Nou, dat is de buit deze week. Zei ik 67 euro, hè? Goedemorgen, vrijdagmorgen. De datum weet ik niet eens. Een beetje wobbelig ben ik nog. Ik ga toch wel naar school vandaag. Zou ik ook zeggen als ik een stem had? Ja, die heb ik. Ik heb in bed al ontbeten. Espresso gedaan. Als ik dan licht gaat het even makkelijker. Maar ik merk vooral mijn hoofd dat wiebelig is. We gaan zien hoe het gaat en gaat het niet. Dan ben ik ook zo weer thuis. Dat heb ik wel bedacht al. Pillen zitten erin. Die zijn inmiddels aan het werken als het goed is. Dus vanzelf wordt het wel beter, denk ik. Haar in een knot, want ik ga de eerste 2 uur koken. Ik weet niet eens wat. Zo wazig ben ik. Nou, tot later. Tandjes gepoetst. Tasje mee. Sleutels had ik al, want die had ik de maandag boven laten liggen toen ik mijn bed ingedoken ben. Mijn haar, ja, ik heb hier laatst wat van piekhaartjes. Dat zijn kleine haartjes die aan het terugschroeien zijn. En dat is op zich wel fijn. Sleutel. Even zalfje op mijn kop doen en dan ga ik. Ik zie jullie vanmiddag ergens een keer weer terug. Ik ben later vandaag, want ik heb nog wat oude gesprekken. Nou ja, een uur of 3, half 4 gok ik. Zo, ik ga zo boodschappen doen. Ben weer thuis. Leuke dag gehad. Wel een pak huiswerk mee. Dus ik moet verslagen nakijken. Ik loop 15 of zo. En dan een half uur. Dus per verslag is dat nog wel even werk in het weekend. Sorry. Iemand die vroeg aan mij van waarom doe je altijd met een jumbo tas boodschappen bij de Aldi en de Dekamarkt. Nou, dat heeft maar één reden. Kijk. Deze tas is een speciale jumbo tas van Jumbo Odink uit Emmeloord. En waarom heb ik hem? Nou, de Poldertoren staat erop. Ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Dus ik heb hem vandaar. Heb ik hem altijd mee boodschappen doen. Dus wij gaan boodschappen doen. Marijn die gaat mee, maar die wil niet meer in beeld. Dus we gaan eens even zien wat we deze week gaan halen. Ik heb nog snijbonen liggen, want van de week is er niet zoveel gekookt. En er ligt nog het een en ander in de schuur, wordt nu aangewezen. Dus daar gaan we ook nog even kijken. Ja, en hij zegt iets met een Z. Maar ik ga geen gebarentaal oefenen nu. Je kunt ook gewoon praten. Dus ik ga eens even horen wat hij wil. Nou, dat is de buit deze week. Zei ik 67 euro, hè? Bij elkaar. Dus, nou, ook wat dingetjes dubbel. Zeg maar, dat is ook al voor volgende week. Was nu een aanbieding. Heel veel groente en fruit, maar dat zit allemaal eronder in andere tassen. Dus ik ben tevreden. En nog 33 euro over voor de rest van de week. Moet lukken. Zo, ik ben weer thuis. Ik moet even harder praten, want achter me bak ik het vlees voor de nasi. Even lekker makkelijk eten vandaag. Ik heb de rijst al even snel gekookt. Ondertussen ben ik al aan het opruimen in huis, want dat is de afgelopen dagen er natuurlijk niet van gekomen. Ik moet zeggen, ik voel me echt nu hartstikke goed. En daar ben ik echt oprecht blij mee, want ik heb me echt een paar dagen heel beroerd gevoeld. Ik ga eventjes met de nasi bezig. Zo, nog even een ei erbij bakken. 2 eitjes. Dan de rijst nog even door het prutje bakken en dan hebben we nasi koring. Ik ben alleen de satésaus vergeten. Stom, normaal gesproken maak ik het altijd even zelf van een beetje pindakaas. En een beetje melk en een klein beetje sambal en wat knoflook. Maar ik heb geen pindakaas meer. Nou ja, de vogeltjes hebben de pindakaas, laat ik het zo stellen. Wat stom van mij. Nou ja, dan maar zonder pindakaas. Satésaus. En hij is klaar. Een hele lekkere nasi. Eitje erdoor, spekjes erdoor. Probeer het recept. Volgens mij heb ik hem nog. Heb ik hem gefilmd? Ik weet het eigenlijk niet. Even kijken. En anders dan is dat een idee voor in de toekomst. Heel simpel, zo klaar. En erg lekker. Wij gaan eten. Zie jullie straks. Zo, als je denkt wat doet Suus? Nou, die zit stageverslagen na te kijken. Moet ook gebeuren. Flinke klus, want ik wil ze allemaal goed doorlezen. Ik wil echt lezen wat ze gedaan hebben. Dus dan ben je zo'n half uur tot een half uur zeker per leerling bezig. Ik ben lekker opgeschoten al. Ik heb er nu 4 of af, denk ik. 5? 4 heb ik eraf. Ik ga nu aan de 5e beginnen. Het is 8 uur. Ik kan nog even door. Ik ben al moe. Maar ik wil het gewoon even afronden, want dan kan ik ook van het weekend nog gewoon leuke dingen doen. Oké, ook niet leuke dingen zoals schoonmaken. Ik ga gauw verder kijken, want de flying doctors staan aan.
Nou, ik ben er voor vandaag maar even mee gestopt. Ik ben nu ver genoeg. Nog 3 morgen en dan is het klaar. Ik ben gewoon te moe nu om goed verder te kunnen lezen. Drankje erbij. En dan ga ik nog heel even tv kijken en dan lekker naar mijn bedje toe. Terwijl ik YouTube aanzet omdat ik een channel wil gaan kijken, gebeurt er ineens in de hamsterkooi dit. Wat is het, makkertje? Hé, er even uit. Hey, wil je even een poosje bij me zitten? Ja? Wat wil je allemaal dan? Moet je dat maar even pakken? Ja? Wil je dat er heel auw? Oh jongens, ik ben zo statisch. De vonken splitten er vanaf. Oh, ja, dat wil je wel, hè? Kom maar. Oh ja. Ja, daar is die hoor. Onze allerpixel. Nou. Ik ga Ambu Channel kijken. Zo, nou, morgen deze zomermaas opruimen. Keuken. Oh, sorry. Het werkt natuurlijk niet, zus. Ah, beter. Oh. Doe ik het weer verkeerd om. Morgen dus maar even de zooi beneden opruimen. Nu lekker naar bed. Ik hoorde wat. Ik weet niet wat. Nou. Beetje. Ja, ik ben moe, zeg maar. Is ook niet zo heel gek na een dag als vandaag. Hey. Ja, morgen vroeger uit. De laatste dingen nakijken. Het huis schoonmaken. Is iemand aan het gamen hiernaast met een hoop herrie. Het huis schoonmaken. Nou. En verder. Weet ik nog niet. Ik moet nog de vlog van gisteren editen. Van donderdag. En die van vandaag. Kan ik mooi morgenochtend even doen. Ja, ik weet niet wat dit is. Maar ik was de documentaire van Queen aan het kijken. Van op 10 was het geloof ik. Of zo ongeveer. Ja, Days of Alive. Blijft een magische band. Om een of andere reden. Maar ik ga plat. Ik zie jullie zo nog even. Ik ga even omkleden. Tandje poetsen en zo. Ik zie jullie. Queen op standje mute, want daar mag je natuurlijk geen seconde van laten horen in je vlogs. Ga ik naar bed, het is mooi geweest, het is even na 10, ik ben goed moe. Ga lekker slapen en dan is er morgen weer een frisse en vrolijke dag. Ik hoop dat jij ook lekker slaapt en als je lekker slaapt, dat je mooie dromen hebt. En kijk je dit morgen, dan wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende vlog.